chanter. C'est dans ces ans je m'en irai. J'ai oui le loulou de la chanter. J'ai oui le loulou de la lumière. J'ai oui le loulou de la chanter. C'est moi même qui les ai rechignés. J'ai oui le loulou de la lumière. C'est moi même qui les ai rechignés. J'ai oui le loulou de la chanter. C'est dans ces ans je m'en irai. J'ai oui le loulou de la chanter. C'est dans ces ans je m'en irai. KFC Isham kreeg vandaag het Bornem op bezoek. Isham mag dan wel 11 punten meer tellen in het klassement. In de heenronde kreeg het wel een 4-0 pandoering van de bezoekers. Verzeelen keerde terug na een weekje schorsing. En Olivier Verstraeten zag zijn goede invalbeurt van vorige week beloond met een basisplaats. Met Van Doornen en Olivier tellen we vandaag 2 geschorsten achterin. Van Dille komt centraal achterin en de play mag voor de tweede maal op rij aan de wedstrijd beginnen. Het eerste gevaar van de wedstrijd komt van de bezoekers. Beantwoord met een tegenprik van Isham via een hoekschop. Kogge twijfelt tussen de voet en het hoofd, maar mist de bal. Bornem komt bijna op een voorsprong na een hoekschop. De reactie is er van Vonk. En na een schermutseling voor het doel belandt de bal naast. Isham met een voorzet van Verzeelen. Afgelegd door Van Bame, maar Verstraeten mikt hoog over. Opnieuw Isham, Verkouter is sneller dan de doelman, maar kan niet meer bij de bal. We kregen een aangename eerste helft te zien. Nu een knappe aanval van Isham via Van de Wallen naar Wittezalen, die de bal niet bij Verstraeten kreeg. Aan de overkant gevaar van de bezoekers. Deze krijgen veel tijd om aan te leggen, maar Van Dille brengt een redding met het hoofd. Opnieuw Bornems gevaar via een hoekschop en Isham via een combinatie tussen Van der Wallen en Homami. Kogge besluit over het doel. We zijn in de slotfase van de eerste helft, een verre ingooi. En Verzeelen klopt zijn eigen doelman. Bornem komt op een ideaal moment op voorsprong. De 45e minuut duurt echter het 60 seconden. Van der Wallen haalt uit. De doelman moet lossen. En Wittezalen scoort meteen de gelijkmaker. We gaan dan ook rusten met een 1-1 op het bord. Tijdens de rust hebben de bezoekers wellicht gehoord dat nogal wat startploegen wat verrassend op voorsprong staan. Het verkeert zelf nog een puntennood en trekt dan ook volop de kaart van de aanval. Vonk wordt tot 3 maal toegestoken. Het eerste kwartier van de tweede helft mogen we volledig op de naam van Bornem schrijven. Isham, die veelal slordig acteert, kan het evenwicht na een 20-tal minuten toch herstellen en komt tot een kans via Kogge. De Wittezalen met een bal achter de verdediging. Van Bami en Van der Wallen komen niet bij de bal. Met nog een goed kwartier te spelen komen de bezoekers op voorsprong. Verzeelen lijkt waar te kunnen afblokken, toch komt de bal bij Weuts, die de 1-2 tegen de netten prikt. Meteen erna volgt opnieuw een hardschot in de handen van Vonk. En dan rest Isham nog een 10-tal minuten om alsnog de gelijkmaker te scoren. Isham voert de druk op. De bal komt bij Kogge, die opnieuw overbesluit. Doorkoppen van Kogge naar Wittezalen, die zijn eigen kans had. En een nieuwe doelpoging van Kogge wordt afgefloten voor buitenspel. Een vrije trap van onze rood-zwarte in de slotminuut. En meteen daarna vindt Verstraeten een niet te openen.
Nog een laatste maal is hem in blessuretijd via een hoekschop. De bal komt bij de mee oprukkende Doeman Vonk. Deze heeft een voorzet naar de tweede paal, die wat wild overbesloten wordt. Bornem wint op het veld van Izegem met 1-2 en doet onderin een goede zaak. Izegem blijft op een 9e plaats. Dank voor het kijken en graag tot een volgende KFCI TV.